In angst. Ze hadden foute ouders of waren kind van een Duitse soldaat. Nu, 75 jaar na het einde van de oorlog, vertellen ze hun eigen verhaal. Koen Verbraak schreef een verhaal op in het boek Oorlogskinderen. Ja, Koen, 14 oorlogskinderen, 14 verhalen. Ja. Ook een boel verhalen die nog nooit eerder waren verteld. Ja. Kostte het veel moeite om deze oorlogskinderen hun verhalen te laten vertellen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een advertentie gezet in het Parool om mensen op te roepen om hun verhaal te vertellen. En daar kwamen veel reacties op. En ik merkte dat mensen het ook belangrijk vonden dat dat verhaal... Het zijn bijna allemaal tachtigers, die natuurlijk niet nog jarenlang perspectief hebben. Dat ze dachten, het moet opgeschreven worden, het moet vastgelegd worden. Ja, dat merkte ik heel duidelijk. Opdat wij niet vergeten. Ja, vooral wij dan. Hè? Ja. Zij kennen het verhaal, maar... Ik zag trouwens dat je het boek hebt opgedragen aan je eigen zoon, aan Tobias. Ja, ja. Waarom? Die is 13. Nou, ik vind het ook belangrijk dat hij dat soort verhalen hoort en kent. En, dus dat, ja, dat was de reden om het aan hem op te dragen. Is hij het al gelezen? Hij leest af en toe een paar zinnen, zegt hij. Ja. Een beetje net zoals Luna van Waar Erg Veel Woorden. Ja, precies. Ja. Even een tijdje over doen. Zo gaat dat dan. Ja. Ja. Meneer Ab van Aldijk, goedenavond. Goedenavond. Geboren in 1942 bent u en u groeide op in een pleeggezin in Aardehout. U werd, lezen wij in het boek, op school altijd uitgemaakt en uitgescholden voor moffenjong. Ja. Pas veel later in uw leven, pas veel later ontdekte u dat u een kind... Niet zo heel veel later, hoor. Nou ja, wel veel later dan bijvoorbeeld 4, 5, 6 jaar natuurlijk. Ik heb het nu even over uw lagere schooltijd. Ja, maar toen wist ik het eigenlijk al, maar ik had het nog niet op, nee, op papier gezien. U wist het nog niet op papier. U had altijd al wel, want ik wou nog even zeggen daarbij... U zat in een pleeggezin. Later bleek dat u kind was van een Duitse militair. U had altijd al een gevoel van... ik pas niet helemaal in dit gezin, want u groeide dus op bij pleegouders. Een beetje een vreemd gevoel had u. Kunt u beschrijven hoe uw tijd was als jongetje op school? Wat u allemaal ten deel viel? Nou, dat was bijvoorbeeld van... als er een kinderfeestje was, een verjaardagsfeestje... dan was ik nooit welkom. Ik ben van die hele lagere school nooit, niet één keer op een kinderfeestje geweest. Ik werd daar niet voor uitgenodigd. Het was eigenlijk een beetje een paria. Ja. Ik lees even een klein stukje voor met uw welnemen. Van uw verhaal. Tijdens de geschiedenisles vertelde de meester in de klas bij voorkeur over zijn eigen heldendaden in het verzet. En over hoe hij die smerige moffen te grazen had genomen. De blik ondertussen veelzeggend op hem gefixeerd, op u dus. En als er eens een keertje iets met hem aan de hand was, dan was de reactie van de leraar stevast: zie je wel, de appel valt niet ver van de boom. Altijd in negatieve zin. Ik voelde heel duidelijk dat ik dat rotte appeltje was. Ja. Dus u wist al die tijd, u voelde wel dat er iets niet klopte, maar... De mensen om u heen, die noemden u moffenjong. Dus die wisten dus iets wat u niet wist. Dat heb ik te danken aan de Raad van de Kinderbescherming. Want die hadden natuurlijk een dossier. En dat hebben ze dus uitvoerig hebben ze dat laten lekken naar de leiding van die school toe. Ja. En die was, ja, in 1948 waren de mensen... ik kan niet zeggen natuurlijk, maar dan waren de mensen behoorlijk gefixeerd op alles wat Duits was. Mm-hmm. Ja, en nu zat er opeens een moffenjong. Dus door de Raad van de Kinderbescherming wisten de leraren het. En doordat de leraren het wisten, wisten kennelijk al uw klasgenootjes het ook. En die ouders die werden ingelicht. Van die kinderen. En u dacht ondertussen, maar waarom hoor ik nergens bij? Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Ik begreep dus die toestanden niet. Dat onrechtvaardige, dat begreep ik niet. Ja. Het klinkt heel erg eenzaam. Dat was het ook. Het was ook zeer eenzaam. En we woonden nog behoorlijk afgelegen ook. Dus ik had dus thuis ook eigenlijk geen aanspraak met buurtjongens of kinderen. Meneer Van Aldijk, toen u er dan... U groeide op in een pleeggezin. Ja. Toen u er later echt achter kwam en u wist 100% zeker... mijn vader was een Duitse soldaat. Hè. Ja. Bij de marine zat hij. Ja. Wat dacht u toen u dat eindelijk officieel bevestigd had? Nou, het was geen verrassing in ieder geval. Nee, maar op een gegeven moment zie je het dan zeker. Ja, maar ik was wel heel blij dat hij dus bij de Kriegsmarine was geweest. Vanwege het feit dat ik dus tijdens mijn zoektocht ontzettend bang ben geweest... voor het feit dat hij misschien aan de Holocaust meegewerkt zou hebben. Ja. En dat was een hele bevrijding dat ik merkte dat dat niet het geval was. Ja. Uw biologische moeder,
Hebt u daar, die kon niet voor u zorgen tijdens de oorlog? Hoe zat dat? Nou, ze wilde waarschijnlijk niet voor me zorgen, laat ik het zo zeggen. Ze is al na 2 maanden na mijn geboorte is uit de ouderlijke macht ontzegd. En ik heb in een archief gevonden de uitspraak van de rechtbank. En daar stond dus duidelijk in dat ze dus haar taak niet voldoende deed. Ja. Hebt u later nog contact met haar gehad? Ja, ik heb later contact met haar. Eerst heb ik een halfbroer van mij gevonden. En via mijn halfbroer hebben we contact gemaakt met onze biologische moeder. Onze gezamenlijke biologische moeder. Ja. We hadden verschillende vaders, maar wel dezelfde moeder. En hoe reageerde uw moeder toen? Zeer kil en afstandelijk. Ze wist wel dat we kwamen. Dat was natuurlijk afgesproken. Ik heb onmiddellijk gevraagd wie is mijn vader. Want ik had van mijn halfbroer gehoord, daar had ik al een tijdje contact mee. Dat ze nogal zaken verzon. Ik denk, geef er geen kans. Ik vraag onmiddellijk wie mijn vader is. En dan gaf ze ook een naam op. Wiedenhof. Later bleek dat Wiedenheuft te zijn. Maar goed, dat zijn de beruchte 2 puntjes op de O. Ik heb daar met haar een aantal jaren contact gehad. Er was in het begin emotioneel niets. Maar ontstond ook emotioneel niets. Nee. Het bleef heel afstandelijk. En op een goed moment heb ik ook het contact verbroken. Ja. U zegt in het boek, ik lees het even voor. Ik heb nooit geleerd om me aan iemand te binden. Om echte verbintenissen aan te gaan. Om vriendschappen te smeden. Nee, dat klopt. Hoe komt dat zo? Kunnen we ons iets bij voorstellen? Door die eenzame jeugd en door die vijandige school waar ik op gezeten heb. Ja. Dus doordat mensen iets van u wisten wat u zelf niet wist? Ja. Dat u bent buitengesloten eigenlijk altijd? Ja. Heeft dat uw hele leven beïnvloed? Ja, het heeft uiteindelijk mijn hele leven beïnvloed, ja. Ja, want die basis die was niet goed. En ik heb mezelf niet meer kunnen veranderen om bij wijze van spreken warme vriendschappen te sluiten. Dat kost me altijd erg veel moeite. Maar dat kost me nog veel meer moeite om ze te houden. Ja. En wat is dat dan? In u dat... U vertrouwt mensen niet, of? Dat is een groot woord. Maar eigenlijk vertrouw ik volwassenen niet. Kinderen vertrouw ik wel, bijvoorbeeld. Ik kan met mijn kleinkinderen die vertrouw ik volkomen. En mijn zoon vertrouw ik ook volkomen. Maar mensen die wat verder van me afstaan, daar heb ik echt moeite mee om daar een vertrouwensband mee aan te gaan. Echt een diepe vertrouwensband. Oppervlakkig is het geen punt, maar als je echt in de diepte niet te gaan, is dat wel een probleem. Weet u wat ik zo aangrijpend vond, meneer Van Aldijk? Wij hebben altijd contact met de gasten, de mensen die we uitnodigen in dit programma. We hebben u gebeld en u zei toen, zou je mij wel uitnodigen? Want ik ben toch anders. Ja, nou ja. Dat was misschien een waarschuwing naar uw kant toe. Want doe het maar niet. Ik ben blij dat u er bent, laat ik daarvoor opstellen. Maar ik vind dat toch aangrijpend dat u tot op de dag van vandaag u voelt zich blijkbaar verplicht om erbij te vertellen. Ik ben toch anders. Ja, maar ik vind het ook een moeilijke dag via mij natuurlijk. Hè. Ja, is dit een rotdag voor u? Het is in eerste instantie is het een rotdag voor mij. En in de tweede is het van, hoor ik daarbij bij die 4 mei? Wat bedoelt ze? Omdat ik voor 50% Duits ben, dan is het zieke toch in een soort spagaat van welke kant moet ik nou eigenlijk kiezen. Voelt u zich Nederlander? Nee. Ik voel me eigenlijk ook geen Duitser. In dat spagaat van die keuze maken, dat lukt niet. Voelt u zich thuis in Duitsland? Bent u daar wel eens? Ik ben er heel veel geweest. En voelt u zich daar thuis? Ja, zeer. En hoe komt dat dan? Omdat het veilig is. Veilig? Ja, dus voor mij veilig. Als je daar bij wijze van spreken dus in een gesprek aangaat met Duitsers, dan hoef je niks uit te leggen. Ja, ja. En hier in Nederland, straks ontdekken ze dat ik... Van mijn vader dus. Mijn vader is een Duitser. Is een foute man. Dan ben je een van hun. Ja. Waarom bent u dan niet in Duitsland gaan wonen?
Ja, nou, ik had een relatie in Nederland. En die was echt niet van plan om in Duitsland te komen. Nee, daar moet je maar net zin in hebben natuurlijk. Altijd weer die vrouwen. Ja. Tenminste, ik ga er even vanuit dat het een vrouw was, maar dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Meneer Van Aldijk, heeft de oorlog uw leven verpest? Ja, het is een groot woord. Ik bedoel, het is moeilijk om bij wijze van spreken alles wat misgegaan is in je leven daaraan op te hangen. Dat kan niet. Er zijn bepaalde dingen, die weet ik van, ja, daar kan ik echt van zeggen, van dat komt door die oorlog. Maar ik kan niet alles wat mislukt is aan de oorlog ophangen. Ja, wat ik heel ontroerend vond om te lezen, is dat u vertelde over uw zoon. En u zei, die heb ik schandalig verwend. Die heeft een fantastische jeugd gehad. Dat zegt hij zelf. Hij zegt dat hij dus een hele leuke jeugd had. En dan denk ik van, is dat wel zo? En waarom twijfelt u daar? Ik heb zelf altijd dan nog twijfels over. Dat is, ja, dat weet ik niet. Dat is... Maar u heeft hem heel erg, tenminste zo staat in dit boek, ja. U heeft hem heel erg verwend, want alles wat u niet heeft gevoeld als kind wilde u wel in uw eigen kind stoppen. Zo stel ik me dat een beetje voor, alle liefde. Ja, en warmte, ja. En geborgenheid. Maar waarom gelooft u dan niet, als uw zoon zegt, ik ben ontzettend verwend door mijn vader, waarom gelooft u dat dan niet? Nou, dan zou het kunnen zijn dat ik het dus nog niet genoeg gedaan heb, bij wijze van spreken. Ah. Ja. Nou ja, ik zou maar gewoon geloven. Als ik u... ja, ik zal wel moeten. Ja. Ja. Mevrouw Jacobs, uw verhaal staat ook opgetekend in dit boek. U bent een Joods meisje, was u, hè? Op 4-jarige leeftijd bent u door uw ouders van Rotterdam naar Amsterdam gebracht. Toen bent u bij pleegouders bent u ondergebracht. Wat weet u nog van dat moment? Nou, dat moment weet ik niet. Want ja, ik kwam bij vreemde mensen, dus dat lette ik niet op. Maar toen mijn ouders niet terugkwamen, dus niet... ik dacht, die komen wel weer me ophalen. Ja. Maar dat was dus niet zo. Die kwamen niet. En dat was heel erg... benauwend. Ik heb gehuild, ik heb geschreeuwd. Ik wist niet wat ik moest doen van ellende. Een soort, ja, waanzinnige, hysterische aanval, zou je nu zeggen. Zoiets. En nou, zij hebben mij gekalmeerd uiteindelijk. En toen ebde dat weg. En het waren hele aardige mensen. Dus ja. En dit zijn nu uw echte ouders? Dit zijn mijn echte ouders. Biologische ouders, ja. 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 En toen bent u dus bij dat gezin gebracht om als Joods meisje om aan de oorlog te ontkomen. Dat was natuurlijk het idee. Dat is niet goed gegaan. Het is niet gelukt, nee. Nee, dat is niet goed gegaan. Uiteindelijk het was het begin 1944. U werd op de trein gezet naar Westerbork. Helemaal in uw eentje. En u was 6 jaar, zo lezen wij in het boek. Ja. 6 jaar in uw eentje. Ja. Dat is natuurlijk niet te bevatten, is dat. Wist u wat er met u gebeurde? Wist nee, natuurlijk niet. Nee. Ik wist alleen wel dat wij gepakt waren. Tenminste, op een ochtend stonden er 2 van die mannen in uniform in mijn kamertje. En moesten de pleegouders en ik meekomen. En werden we verzameld op het hoofdbureau van politie. En een paar nachten in zo'n cel beneden. En toen, dat moment weet ik niet, maar ik weet wel, in Westerbork werden wij als losse kinderen, er waren meer kinderen zonder ouders, en die werden verzameld op een soort, op een zolder van een barak. En toen heb ik weer zo'n aanval gekregen van schreeuwen, huilen, paniek, echt. Ja. Je weet dat echt weet niet nog, wat ook. Je moet doen. Ja. En die mensen wisten niet wat ze met mij moesten doen. En die hebben mij op een brancard gelegd en door dat kamp gedragen. En huilend en alles, maar ik keek naar boven. En ik zag de sterren. En dat vond ik heel erg mooi. En ik werd naar de ziekenboeg gebracht. En 2 artsen, die hebben mij ook weer gekalmeerd. En ja, dat ebt dan ook weer weg. Maar dit was alleen nog maar Westerbork. Was alleen maar Westerbork, ja. Uiteindelijk bent u in Bergen-Belsen beland. Ja. 6 jaar in uw eentje. U zit hier, dus u heeft het overleefd. Maar dat is nog meer niet te bevatten. Hoe overleef je als 6-jarige Bergen-Belsen? Nou, door gewoon door te leven. Ik bedoel, wat moet je? Maar Bergen-Belsen was helemaal niet leuk.
Het was koud, het was winter. We moesten op appel staan. Heel erg lang blijven staan. Er werden volgens mij doodkisten langs gebracht. En we mochten niet eten en we mochten niet drinken overdag. Hmm. We kregen een soort vieze slootwater met rare oranje vliebers erin te eten. En wij hebben, tenminste, ik vreselijk brutaal, zoals ik misschien nog steeds ben, weet ik niet. Maar er was een kraantje ergens in een muur. En toen zei ik, kom op, we gaan water drinken. Maar dat mocht niet. Dus we hebben dat water wel gedronken. We zijn allemaal ziek geworden. We hebben allemaal tyfus gekregen. En ja, gelooflijk. Ja. En op een gegeven moment werden wij weer in de trein gezet en vervoerd naar Theresienstadt. Ja, dat kamp hebt u overleefd, hè? Uiteraard. Ja, kwam uiteraard, want ik ben er. U bent hier, gelukkig maar. Ja, gelukkig. Uiteindelijk kwam u weer terug in Amsterdam. Ja. Bij uw pleegouders. Uw vader, uw biologische vader, heeft de oorlog niet overleefd. Nee. Uw moeder wel. Ja. Toen werd u na de oorlog herenigd met uw moeder. Hoe was dat? Wonderlijk. Ik bedoel, ik wist natuurlijk dat ik een vader en een moeder had. En ik was naar mijn pleegouders gegaan omdat ik dacht, Rotterdam, waar we oorspronkelijk vandaan kwamen, is gebombardeerd. Dus daar moet ik niet zijn. Dus Amsterdam. En zij herkenden mij niet eens toen ik daar kwam. Ik was door de luizen kaal geschoren. En ik heb een moedervlek op mijn been. Dus daaraan hebben ze me herkend. Ja. En zij wisten waar mijn moeder zat. En de volgende dag is zij gekomen. En ik zag een vreemde mevrouw natuurlijk. Ja. En ja, dat was mijn moeder, maar ja, daar iets bij voelen, dat gaat niet meteen. En hoe was de relatie met uw moeder? Zij was ook heel erg beschadigd. Ze had geen man meer. Haar moeder was ook afgevoerd. Zij is op een wonderbaarlijke wijze ontsnapt door uit de trein te komen die nog in Amsterdam stond, op een spooremplacement. Ja. En dat was natuurlijk ook niet het rooskleurig. Weer ondergedoken op een ander adres. Zij had het ook moeilijk. En ja, we mochten in een huis in Rotterdam wat toegewezen werd aan ons, omdat ons eigen huis was bewoond door andere mensen. En dit was het huis van een landverrader, heette dat. En de kinderen op straat, die riepen vuile NSB'er tegen me. Want tegen u? Ja, omdat u in het huis woonde? Omdat we in het huis woonden. Jeetje. Ik vond dat toen vreselijk. Maar ik vind het nu wel heel erg komisch, eigenlijk. Maar goed, wij gingen weer een gezinnetje vormen. En zij ging meteen fulltime werken. Ja. En was heel moe 's avonds. Dus als ik iets fout had gedaan, kreeg ik meteen op een kop. Mag ik vragen, u zit er zo goed bij. En u, gelukkig. Ik ben blij dat ik er zo goed bij. Heeft u de oorlog achter u gelaten? Of is dat, of kan je dat, nee, kan niet je dat helemaal niet zo laten? Nee, dat kan niet. Nee. Het is een deel van mijn jeugd. En een deel van mijn latere leven. En ik heb me ook altijd een beetje een buitenstaander gevoeld in de Nederlandse kinderen die gewoon hier waren gebleven. Ja. Maar goed, het. Maar u heeft iets gevonden waardoor u er zo. Nou, ik heb denk de eerste 4 jaar dat ik bij mijn ouders was, die waren goed. Ze zeggen wel eens, als je de eerste 4 jaar een goede basis hebt, dat is heel belangrijk voor later. En ik ben begiftigd met fantasie en deze persoon die ik ben. Dus dat heeft geholpen om me door het leven te slaan. Ja. Ik heb een hele slechte tijd gehad. Ik heb daarover met iemand gesproken die iedere keer zei, het kamp. En daar wilde ik helemaal niet aan.
Maar ja, toch... Het heeft wel geholpen, die gesprekken. Is dat doorgedrongen. En toen kwam eigenlijk alles terug. Ja. Moest ik weer die ellende doormaken, maar dan ben je volle verstand. U vertelt daar heel mooi over in het boek van Koen. U zegt dan, u had heel lang moeite om te praten over de oorlog. Het deed pijn. En op de vraag waar die pijn dan vandaan kwam, zegt u dat iemand me ziet, dat iemand mij aandacht geeft. Daar zit mijn zwakke plek. Dat iemand belangstelling voor mij heeft, voor wie ik ben en voor wat ik heb meegemaakt. Eigenlijk kan ik dat niet aan. Ja, dat is zo. Als mensen lieve dingen tegen me zeggen, daar kan ik heel slecht tegen. Nog steeds? In, ja. Niet in gewone vriendschappen en zo, maar ja, dat is zo. Ja. Zie je... En, ja. Koen, zie je dat bij meer van die oorlogse kinderen die je hebt gesproken? Nou, dat was, vond ik zelf het interessante. Toen ik eraan begon, dacht ik, dat zijn hele verschillende categorieën. Joodse kinderen en bijvoorbeeld kinderen van NSB'ers. Maar wat je ziet, is dat die kinderen eigenlijk dezelfde patronen laten zien in hun latere leven. Dat ze het moeilijk vinden om andere mensen te vertrouwen, om een relatie met iemand aan te gaan. Dat komt eigenlijk bij al die kinderen terug. Latere leven. Meneer Van Aldijk, herkent u dingen in het verhaal van mevrouw Jacobs? Jazeker. Dat is onder andere dus, ja, binding. Mensen vertrouwen. Hm. Ja. Liefde kunnen geven. Ja. Ja. Altijd weer die verdomde oorlog. Ja. Ja? Is dat omgekeerd ook met u zo, mevrouw Jacobs? Herkent u ook dingen in het verhaal van meneer Van Aldijk? Ja, want het lijkt me vreselijk om zo behandeld te worden als kind en later in je leven. Maar dat herken ik niet, gelukkig. Godzijdank niet. Maar ik vind dat heel erg. Maar meneer Van Aldijk is volgens mij zo'n ander persoon dan ik. En hij sleept veel meer de ellende in zijn leven mee dan ik doe. Dus ik ben daar uitgekomen en ik ben daar overheen gegaan. Hmm. En als je de verantwoordelijkheid neemt om tot je diepste ellende door te dringen, en als je daar dan weer uitkomt, dan kom je daar wel weer bovenop. En dan kom je er sterker uit. Maar je moet het wel aangaan, natuurlijk. Ja. Maar ik denk er echt niet iedere dag aan. Ja, deze tijd is natuurlijk een rampentijd. Ja. Ja. Ja, al die oorlogsverhalen. Je ontkomt er niet aan. En zeker doordat ik gevraagd ben om dit te doen, ben ik er weer geestelijk ingedoken. Het spijt ons. Ik vind dat het verteld moet worden. Ik vind daarom, het heel fijn. Daar doe ik het. Ja, en dan ben ik heel blij dat u beide uw verhaal deed in het boek. Dankjewel, Koen. Het is een prachtig boek. Dankjewel. Ja, met zeer indrukwekkende verhalen. Dank, alle twee. Dank je. Dank u wel. Lodewijk Asscher is 45 en maakte de oorlog dus niet mee. Maar toch speelt die een belangrijke rol in zijn leven.